ik mag geen vet meer eten. Of suiker, dat weet ik niet precies. Ik moet in ieder geval avocado's eten, quinoa eten, groene smoothies drinken. Ik moet sporten. Ik moet yoga doen, ik moet mindfulness doen, want ik moet gezond zijn, vandaar. En ik strak en fit moet ik zijn. En ik moet ook mijn geest strak en fit houden. Want ik moet gelukkig zijn en succesvol zijn. Hoe? Daar zijn inmiddels duizenden artikelen en zelfhulpboeken en cursussen voor. Maar het advies komt meestal min of meer op hetzelfde neer. Ik moet positief zijn. Ik moet mijn comfortzone verlaten. Ik moet rechtop lopen. Ik moet mijn huis Marie Kondo'en. Ik moet mijn ziel Marie Kondo'en. Ik moet niet uitstellen wat ik vandaag nog kan doen. En ik moet leren dat al mijn falen tot nu toe eigenlijk een les is om het de volgende keer beter te doen.